Twee ordners vol facturen, rekeningen en contracten zijn door leden van de Satudara in het hoofdbureau van politie overhandigd. Wij hebben net de boekhouding gebracht van de verbouwing van 2010. En ze hebben een inval gedaan bij onze penningmeester. En die hebben ze over het hoofd gezien, schijnbaar. Zeggen ze. Maar het is gewoon een duidelijk verhaal. Ik bedoel, dat kan alles duidelijk maken hoe wij het hebben gefinancierd. En dat er geen zwart geld is gebruikt. Waarom op deze manier? We doen het juist op deze manier, omdat ze, als ze ons zwart kunnen maken, dan doen ze dat ook massaal. Met 172 man, de politie, noem het allemaal maar op. En dit is voor ons gewoon heel belangrijk. Van jongens, als jullie gewoon aan ons vragen, wat is hier ingegaan qua geld, dan overhandigen we het gewoon. De politie gaf de motorclub een bewijs van ontvangst en zal de papieren gaan bekijken. Eigenlijk is het gewoon ons onschuld bewijzen. Want als ze bij ons een inval doen, dan worden we ook zwart gemaakt. En ik bedoel, mij hoef je niet zwart te maken, want dat ben ik al. Maar dat doen ze toch wel. Maar ja, weet je wat het is? Voor ons is het gewoon duidelijk. Van, hey, kijk, wij kunnen ons onschuld bewijzen. Of onschuld in die zin van, ze doen een inval bij ons. En ze kunnen niks vinden. Stelt de politie dat jullie bezig zijn met georganiseerde hennepteelt? Ja, kijk, ik bedoel, als wij daarmee bezig zijn, gaan wij dan hier een boekhouding afleveren? Dat weet ik niet, ik vraag het aan jullie. Dat lijkt mij niet.